Aan de hand van browser APIs kunnen webbrowsers bepaalde functionaliteiten aanbieden op basis van de browser of van het systeem. Nu, de typische browser APIs die we wel kennen, zijn bijvoorbeeld de Document Object Model en de CSS Object Model, waarmee we de structuur of de visualisatie van pagina's kunnen manipuleren. Nu, meestal worden die browser APIs, krijgen we toegang tot die APIs aan de hand van JavaScript, maar soms bepaalde APIs zijn heel technologie-specifiek, zoals bijvoorbeeld CSS, die met zijn eigen syntax komt. Nu, dergelijke APIs kunnen gestandaardiseerd worden binnen verschillende organisaties. Dat zijn typisch W3C en de Watt Working Group. Nu, in deze en volgende slides wil ik eens kort een aantal belangrijke APIs overlopen. Een eerste is hier bijvoorbeeld de WebWorker API, die we eerder al vermeld hebben. En aan de hand van WebWorkers kunnen we eigenlijk JavaScript gaan uitvoeren in meerdere threads. Dus traditioneel JavaScript maakt gebruik van de event loop. Dat is één thread, maar aan de hand van WebWorkers kunnen we makkelijker meerdere onafhankelijke threads gaan uitvoeren. Nu concreet, hoe maak je gebruik van die WebWorkers? Wel, aan de hand van JavaScript kan je een nieuwe worker gaan maken waaraan je het pad meegeeft naar een bepaalde JavaScript-bestand. Deze webworker kan dan opgestart worden en dan wordt alle logica die in die JavaScript-file staat, wordt die dan ook uitgevoerd binnen die webworker. Nu, een belangrijke beperking van die webworkers is dat niet alle browser APIs beschikbaar zijn binnen die workers. Zoals bijvoorbeeld de DOM API is hier niet beschikbaar. Nu, in bepaalde gevallen zal je ook willen communiceren tussen je main thread en je worker threads. En daarbij kan je gebruik maken van bepaalde messages. Nu, belangrijk om te weten, je kan niet zomaar alle soorten messages sturen. De data die je mee kan sturen met die messages moeten voldoen aan de Structured Clone Interface. Dus dit zijn enkel datatypes die hiermee gekloond kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld strings, numbers, JSON-objecten enzovoort. Maar bijvoorbeeld functies kunnen hier niet doorgestuurd worden. Nu, in de praktijk zijn er drie grote verschillende types van de workers. Een eerste is de gewone dedicated worker, waarbij je in je main thread een nieuwe worker maakt en die worker kan enkel gebruikt worden binnen die enkele main thread, dus die ene context. Daarnaast heb je ook de zogenaamde shared worker. Dat is een speciale worker die eigenlijk opgeroepen kan worden van alle contexten die eenzelfde origin delen. Dus concreet wat dat wil zeggen is dat eenzelfde worker aangeroepen kan worden als je bijvoorbeeld verschillende tabs openstaan hebt van dezelfde websites. Dus dezelfde worker kan hier hergebruikt worden. Een laatste type van worker is de zogenaamde service worker. Service worker, en dat is een speciaal geval, want dat is eigenlijk eerder een proxy die kan staan tussen je applicatie en het netwerk. Dus waar dit bijvoorbeeld nuttig kan zijn, is als je bijvoorbeeld een applicatie ontwikkelt en je wilt die ook offline beschikbaar maken. Die service worker kan hier nuttig zijn om eigenlijk te staan tussen het netwerk en je applicatie, waarbij dat alle requests die je applicatie probeert te sturen eerst onderschept worden door die service worker. En als de applicatie offline is, dus als je toestel offline is, kan die bijvoorbeeld een gecached response gaan teruggeven. Nog een belangrijke API is de zogenaamde web storage. En hiermee kunnen we bepaalde data persistent gaan opslaan op het systeem van de gebruiker. Er zijn twee grote manieren om data op te slaan aan de hand van enerzijds de session storage en anderzijds aan de hand van de local storage. De session storage is een plaats waar we data kunnen opslaan die enkel opgeslagen wordt zolang dat de sessie van de pagina actief blijft. Dus wat is een sessie? Een sessie is als de gebruiker de browser opent,
binnen eenzelfde domein, binnen eenzelfde origin aan het navigeren is, de pagina eventueel herlaat, enzovoort. Maar zodra dat de browser gesloten wordt, is de session dus gedaan. Nu, een speciaal geval, als de gebruiker een tabblad sluit en daarna het tabblad gaat restoren of herstellen, dan ziet de browser dit nog steeds als dezelfde session. Dus de session storage zal hier nog altijd hergebruikt worden. Nu, naast de session storage heb je ook de zogenaamde local storage. Daarbij is er eigenlijk geen beperking van hoe lang de data opgeslagen worden. Dus hierbij is de applicatie zelf verantwoordelijk om de data te gaan verwijderen als die niet meer nodig is. Of de gebruiker kan zelf deze data gaan verwijderen per domein. Nu, zowel de session storage als de local storage bieden objecten aan die de storage interface implementeren. Dus aan de hand daarvan kunnen applicaties makkelijk key-value paren gaan opslaan in deze storage. Nog een API die eerder al aan bod kwam, is nog het zogenaamde WebAssembly API, die ons toelaat om low-level machinecode te gaan uitvoeren. Dus WebAssembly biedt een assembly-achtige taal uit, die als target ingesteld kan worden binnen andere programmeertaal. Dus concreet kunnen we bijvoorbeeld C en C++, Rust, Python enzovoort gaan compileren naar WebAssembly, en dan kan die WebAssembly uitgevoerd worden binnen webbrowsers. Dus concreet worden die dan uitgevoerd binnen JavaScript engines. De voornaamste motivatie van WebAssembly is om betere performantie te krijgen dan JavaScript die just-in-time uitgevoerd wordt. Door eigenlijk die assembly-achtige uitvoering dus op machine-leesbare niveau mogelijk te maken. En nu, een belangrijke beperking van WebAssembly is dat wanneer je wilt interageren met JavaScript, dat dit soms wel gepaard kan gaan met wat overhead. Dus als je veel data wilt overzetten tussen JavaScript en WebAssembly, dan brengt dit wel wat overhead met zich mee. Nu, een laatste API die ik nog wil vermelden is WebGL, wat het mogelijk maakt om toegang te krijgen tot de GPU van de hostmachine. Dat is voornamelijk nuttig als je heel intensieve grafische applicaties wilt gaan bouwen, of zelfs interactieve grafische applicaties, waarbij dan typisch de Canvas tag in HTML gebruikt wordt om die rendering te gaan doen. Nu, de API van WebGL lijkt heel goed op OpenGL, en meer specifiek OpenGL for Embedded Systems. Nu, de API's die ik hiervoor vermeld heb, dit zijn uiteraard maar een aantal van de grote browser-API's die beschikbaar zijn in moderne webbrowsers. In de praktijk zijn er nog een heleboel andere die nog beschikbaar zijn. Op de website van de Mozilla Developer Network kan je heel mooi overzicht zien van alle API's die beschikbaar zijn in de meeste moderne webbrowsers.